Ja, dat was een pittig. Ik voel nou spieren, die heb ik de hele week nog niet gevoeld. Niet gedaan wat ik moest doen. En mijn plan was, ik laat er 5 voorbij. Dan zit ik een beetje rond de 20ste plek. En dat tempo is voor mij goed. Er reden helaas 5 toppers reden er ook verkeerd. En die kwam ik gelijk, kilometer 5 kwam ik die tegen. Meegegaan over een heel stenig pad. Gewoon knallen en genieten. Ja, reed me 100 omhoog, heel smal paadje, 2 meter breed, helemaal begroeid. Komt er in één keer een blauwe Yamaha volgas naar beneden. Wesley. Ja, Wesley, ja. Hij zegt, we zitten verkeerd. Ik zeg, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik zeg maar, ik ga die kant op. Ja, de hele dag eigenlijk samen flink dat ding uit liggen stoken en de crosswedstrijd gehouden. Want we zagen voor het jaar een hele crossbaan voor ons. En ja, we hebben het weer mooi volbracht eigenlijk. En we hebben niks geks meegemaakt. Een paar leuke momentjes ook natuurlijk. Die eerste 80, man, er waren stenen. En als je dan de ronde stenen gaat, dat die half in de grond zaten, weet je wel. Nou, dan kwamen de stenen die allemaal los lagen op zo'n bergpad of zo. Ja, het is goed dat mevrouw dat allemaal niet ziet, joh. Want die denkt dat het allemaal leuk is.